Welkom bij de kampioenschapsrace van vandaag, die een echte nagelbijter lijkt te worden. Het Shanghai International Circuit is een sensationele rit op hoge snelheid met 16 bochten. De lange en steeds scherper wordende bochten 1 en 2 testen het geduld van de coureurs en de vlakke locatie, blootgesteld aan de elementen, test hun vaardigheden bij zijwind. Er zijn 2 DRS-zones beschikbaar om het inhalen te helpen. In bocht 1 en op het 1 kilometer lange rechte stuk terug richting bocht 14. Vandaag bij me om alle spanning en sensatie te overzien, Bas van Damme. Bas, geweldig om je te zien. Wat vind je van de race van vandaag en hoe zijn de omstandigheden op het circuit voor zover jij weet? Het ziet er koud uit om eerlijk te zijn. Die banden hebben een krap gebruiksvenster door de temperaturen en ze hebben veel grip nodig. Door het koude baanoppervlak is het lastiger om de temperatuur hoog te houden, wat tot minder grip leidt en mogelijk tot meer fouten. Nu de race over enkele minuten start, willen we weten hoe het er beneden uitziet. George Russell begint vandaag vanaf pole position, net voor Antonio Giovinazzi, die op P2 start. En op de rest van de grid hebben we Perez, Latifi, Romain Grosjean en Ocon, Hamilton, Leclerc, Stroll en Sebastian Vettel, Fiat, Raikkonen, Kevin Magnussen en Sainz zijn plek op de grid. Het is bijna tijd om de lichten uit te doen, dus op naar de baan en voor start met deze Grand Prix.
fastest lap of the race so far. We're leading our teammate by 11.5 seconds. De overwinning in Shanghai. En wat een zegen na deze ongelofelijke Grand Prix. Bas van Damme, wat denk jij dat ze geholpen heeft dit resultaat te behalen? Het kwam vandaag echt aan op de coureur en de auto. Ik bedoel, we kunnen het de hele dag hebben over de vaardigheid van een coureur. Maar als je geen goed team hebt, dan kom je er nooit. Als je zowel een geweldige coureur als een geweldige auto hebt, dan zie je resultaten zoals van vandaag. Onze winnaars zijn nu onderweg naar het podium. AlphaTauri doet het geweldig als het aankomt op het kweken van nieuw talent. En dat ze vandaag de zegen mee naar huis nemen, is een enorme boost voor de toekomst van de sport. Kijken wat voor effect dit resultaat heeft op de stand bij de coureurs. Pierre Gasly, onze leider van het kampioenschap, neemt nog meer de leiding met de geweldige prestaties van vandaag. En Bas van Damme, wie zou jij als coureur van de dag kiezen? Dat vind ik een lastige vraag, maar ik ga voor Pierre Gasly, denk ik. Hij hield zijn hoofd koel onder druk en ging goed om met de lastige situaties. Het is tijd om naar het constructeursklassement te kijken. AlphaTauri pakt haar positie bovenaan het klassement. Er was ook een sterke aanwezigheid van het team van Mercedes vandaag, die omhoog gruipt. Ik ben uitgeput en uitgelaten met dit weekend vol Formule 1. Kom bij ons terug voor de volgende.